En er zijn nu twee nieuwe dingen op komst. Je gaat 18 oktober in Ahoy staan. Ja, ja, is helemaal uitverkocht. Daar ben ik heel trots op. Ja. En er komt ook een film van je uit in het najaar, klopt dat? Ja, het is een documentaire. En hoe heet die film? Nou, we zijn nog niet uit de naam, maar ik denk... Ja, ik had er straks niet mooi van, maar ik ben het vergeten. Je hebt net een goede titel. Ja. Oh ja. Ik ben geen homo. Heel zo, weet je. Ik denk, ja, maar... Nou, heb ik altijd gedacht. Tof gist. Nou, en dat bedoel je, daarom heet hij ook zo. Okay. Nee, is even flauwekul, maar... Ik weet het niet, ik heb wel een paar titels aangegeven en... Vallen en opstaan of zoiets, weet je. Dat is een documentaire over jouw leven? Ja, ze hebben mij gevolgd een jaar en... ik kom op plekken dus waar ik vroeger dus, ja, geboren ben en dat is heel dramatisch voor mij, zeer zeker. Want ik heb nooit begrepen dat wij daar met zes kinderen en mijn ouders met z'n achter op zo'n woning, driehoog in de Gerredouw. Nooit begrepen, maar als kind zie je dat niet, denk ik. Maar nu, ik krijg het benauwd. Bovenwoning? Ja, driehoog. Waanzinnig. Ja, acht mensen, ja, heel klein. Jordaan ook. Ja. Maar zijn ze echt constant, hebben ze je constant gevonden? Ja, ik ben natuurlijk, ja, we maken natuurlijk wel afspraken. Maar hebben ze eruit gekregen? Ja, heel, wat, heel wat veel. Jij verbod, nou, echt iets waar jij op tegen was? Nee, ik ben nergens op tegen. Kijk, als je een documentaire maakt, ik ben altijd eerlijk in dat soort dingen. Ik heb gewoon gezegd, je hoeft er voor mij niets uit te halen. Ik ben ook iets tegengekomen. Ik heb het dus gezien, de ruwe montage. En daar staat een stuk in dat ik dus lammes en konijn in de kleedkamer zit in het Hilton in Rotterdam. Voordat ik, dus een dag voordat ik naar Ahoy moet. Toen had ik Bonje thuis met mijn liefhebbende vrouw. En ja, ik was daar toch wel kapot van. En vooral als je dus het repertoire wat ik zing, daar ben ik dan wel gevoelig voor. Dat ik zelf, als ik dat zelf hoor en zelf moet zingen, dat ik dan, als het thuis niet lekker is, dan wordt dat een tikkeltje moeilijker. En dat is heel duidelijk te zien ook. Maar wat je ook duidelijk ziet, is dat ik aardig in de olie was. Maar ja, dat hoeft er voor mij dan toch niet uit. Ik vind, dat zo ben ik. En je moet me nemen zoals ik ben. En André, die film, komt hier in de bioscoop? Of ja, is het op tv? Nee hoor, eerst de bioscoop. Eerst bioscoop? Door heel Nederland, ja. En we gaan naar de première. Ik hoor nu opeens Tuschinski roepen en zo. Wow. Nou, zou leuk zijn, dacht ik zo. Maar jij houdt dus echt, jij houdt van echt? Hè? Van, ja, nee, van gewoon? Ja, nee, dat weet je wel. Dat, maar, zonder meer. Heb je haar nou geverfd? Nee, joh, niet erop. Is dat man. Echt je eigen kleur? Ik word al, kijk, ik word grijs hier. Nou? Ik word hier grijs. Ja, nee, maar het is knap geverfd dan. Bert. Ja, ik heb hey, inderdaad... Hou je rustig? Ik ja, nee. Ook? Wel in kijk eens van achter. Hé, hey, André, en wanneer komt die precies uit, die film? Met de krokusvakantie in januari. Krokusvakantie. Ja. Samen met de nieuwe cd. In het jaar 2000? Ja.